Yo, knijs, welkom bij een nieuwe video. Ik wou deze video eigenlijk nooit eerder maken. Maar ik heb deze video toch gemaakt voor jullie. En ik ga binnenkort weer een video op TikTok neerzetten. Wat ik trouwens al eerder vanavond had gedaan. Wat voor jullie een paar dagen geleden al is. Als jullie me het gewoon zo op TikTok volgen, maar kennen jullie nog de serie Dr. Love van een serie hier op YouTube? Nou, dat ga ik op TikTok doen tegenwoordig, vanaf nu. En dat is alweer een paar dagen geleden dat ik deze video had gemaakt, maar wel later is online gekomen. Want de reden waarom dat ik deze video later online zet is omdat ik ook meer tijd nodig had om deze video te maken voor jullie. En ook meer energie erin wou gaan steken. En ik miste eigenlijk ook de energie om te gaan werken. En ook de energie om video's te maken voor jullie. Oké, de Sims is wel flink gestegen. Maar het kan altijd nog veel hoger stijgen. En ja, ik wist even niet zo snel hoe ik en waarom dat ik een video wou gaan maken. En streamen had ik ook bijna geen tijd meer voor. Of helemaal geen tijd meer voor. Of helemaal geen energie er meer voor. Ja. Zodoende dat ik ook veel offline was en ook weinig zin had om iets te doen, want ik had ook weinig energie. En ik wou ook jullie alvast bedanken voor het kijken naar deze video en ook jullie laten weten dat ik vanaf volgende week ergens weer YouTube ga proberen op te pakken en meer energie erin wil gaan steken en dat ik alles eigenlijk meer serieuzer wil gaan aanpakken. Zoals YouTube, Twitch en TikTok wil ik meer serieuzer aan gaan pakken. En wat is er met mijn andere series gebeurd, zoals Minecraft? Dat stop ik gewoon. Pokémon, daar ga ik mee stoppen, denk ik ook. Maar wat, ja, het is niet meer relevant genoeg. Ik zie ook dat mijn haar echt heel muf zit. Maar daar kijken jullie trouwens ook mijn video's niet naar voor. Twitch, daar was ik ook langzaam aan het minder in worden voor qua relevant zijnde. Ja, ik wou deze video eigenlijk nooit serieus maken. Want ik zat heel vaak ook vraagtekens achter YouTube, Twitch en TikTok te zetten. En ook achter de kruidentent zette ik ook op een gegeven moment ook vraagtekens van: wil ik het nog gaan doen? En gaan focussen op één ding. En nu pak ik te veel dingen tegelijk. En dat wil ik nu even niet meer gaan doen. Twitch ga ik even bij minderen. YouTube wil ik even bij minderen. TikTok wil ik bij meer gaan doen. Werk bij de grenzen wordt verminderd. Bij McDonald's wordt waarschijnlijk naar mijn mate meer, want daar lijkt het wel meer op te worden. En ja, hoe zit dat met alles buiten YouTube, Twitch, TikTok, YouTube? Het werken om eigenlijk alles daarbuiten om. Wat is er echt met mijn agenda? Moeilijke
tijden kwamen voor mij aan. Moeilijke tijd komt er nog steeds aan voor mij. Want volgende maand wordt het een moeilijke maand voor mij weer. Maar dat laat ik niet zo snel op YouTube en Twitch en TikTok merken. Maar ook niet echt op het werken. Maar ik heb wel op het werk heb ik wel vrienden die me kunnen helpen ermee. En ik heb ook al een tijdje terug op TikTok ook gevraagd van hey, ben ik nog relevant genoeg op TikTok en buiten TikTok om ook voor YouTube en Twitch. Toen zei een paar mensen van ja, je bent nog relevant genoeg. Ga door met je video's maken. We vinden het leuk. En ik ga ook weer terug naar een disco toe, waar ik ook heel vaak kwam. En ja, ik begin mijn oude leven weer langzaam op te bouwen. Maar nog niet helemaal. En wat er nog wel mis, buiten alles het grootste om, is dat ik een vriendin mis. En ik hoop dat ze kijkt. Mandy. Ik vind je een leuke meid. En dat bedoel ik wel, Mandy Klom. Ik vind je een leuke meid om te zien. En ik hoop dat je deze video ook komt te zien. Zullen we een keer het grootste video samen opnemen? Stuur me even een berichtje op TikTok, Mandy. Of stuur me een appje, want ja, je hebt mijn nummer. Want ik vind je TikTok zo trouwens ook, Mandy. Ja? Dank je. Ja. Wat waren die vlogs op in Oostenrijk? Ze waren kort. En ook op meerdere dagen ingesteld. Klopt. Want ze waren op meerdere dagen eigenlijk opgenomen zelfs. Wat je kon zien in de video's. Maar ja, de video duurt nu al lang genoeg voor mij. En ik had de video al tot 10 minuten blijven invullen. Maar zolang heb ik eigenlijk niet echt te kunnen lullen voor in de video. Dus check het trouwens ook met TikTok uit, want daar gaat Dr. Love binnenkort ook op komen. Exacte datum, geen idee. Wanneer ik tijd heb, geen idee. Nee, geintje, ik heb altijd tijd ervoor. En ik zou er ook meer serieuzer op worden, want ja, als jullie vragen voor Dr. Love hebben, zet het gewoon in de comments neer. En ik ga proberen er video's over te maken. Dus daar weten jullie het alvast. En ja, smash een like. Abonneer op mijn YouTube kanaal. En check mijn andere socials uit. Zie je zo op TikTok, hè, mensen.